denk het gevaar met AI is dat we er zo afhankelijk van worden inderdaad, dat als het dus uitvalt dat je denkt... Hey, hi, ik ben Ruby. En ik ben Eva. En samen doen wij de Future Proofcast. Om de week gaan wij in gesprek met experts over de laatste trends en ontwikkelingen in hun vakgebied. Mis het niet! Ja, en vandaag hebben we te gast onze expert Jessie de Boy. Welkom. Dank je. Ik ben heel erg blij dat ik hier ben. Hartstikke leuk dat jij vandaag bij ons wilt zijn en het wilt hebben met ons over... Content marketing en AI in marketing en communicatie. Hartstikke interessant. We hebben er zin in, hè, Eve? Absoluut. Aan het weer gaat het overigens ook niet liggen, want het zonnetje in huis is er. Dus laten we dat achter ons gewoon lekker voor wat het is. Heel goed. Dan gaan we door naar de stellingen. Kennen jullie dit concept? Nee. Ja, leg me uit, zou ik zeggen. Ik leg 6 stellingen aan jullie voor. En de bedoeling is dat jullie zo snel mogelijk antwoorden met ja of nee. En daarna gaan we ze bespreken, de antwoorden. En ik stel dus je moet deze... kiezen, hè? Je moet kiezen, eens of oneens. Ja, dat klopt. Ja. En deze vraag is zowel voor jou als voor Eva bedoeld. Gaan we, Jessie? Yes. Wie het eerste is? Wie het eerste is. Oké. De eerste, AI is te gebruiken in elk vakgebied en door iedereen. Ja, eens. Zo, je bent echt snel. Ja, heel erg. Ja, ik wou het ook wel zeggen. Ja, ja, maar eens. Ik was toch eerder. Ja, staat genoteerd. Pas maar op. 1-0. De tweede stelling is als volgt. Gated content is verleden tijd. Je moet al je waardevolle content vrijgeven. Oeh, deze had ik eerst aan Jessie. Jij zegt oneens, hè, als content marketeer. Ja. Ja. Ja, ik zeg toch... Zeg het maar even. Ja, oneens. Ja, oké, ik ga met je mee. Oneens. Ook oneens. De volgende stelling. User-generated content zal eigen gemaakte content volledig gaan overnemen. Wauw. Oneens. Oh, sorry. Oneens. Je bent snel. Wil je hem nog 1 keer herhalen? User-generated content zal eigen gemaakte content volledig gaan overnemen. Oneens hoop ik toch? Wat zei jij? Hoop ik toch. Ja, ik zou ook oneens. Ja, toch? Ja, ja, precies. Nou, ladies. Hashtag geen controle. Ja. Ja, dat willen we niet. Dat willen we echt niet. Zelfde antwoorden tot nu toe. Zonder videocontent kun je tegenwoordig geen goede marketing meer voeren. Goh, daar kan je toch niet tussen kiezen. Ja, ik zie aan jouw hoofd. Ga kijken wat jij denkt. Nee, nu laat ik het woord aan jou. Hè? Dat snap je. Zeg het maar. Oké, oneens. Wat vind jij? Oneens. Ben je het daar mee eens? Zonder goede videocontent kan je geen marketing voeren. Geen goede. Geen goede. Eens. Marketing. Ja, doei. Nou, die wil ik zonder horen zo. Zonder videocontent eens. Oké. Ja. Personalisatie van content wordt onmogelijk door privacy-wetgeving. Oneens. Ook oneens. Netjes. Okay. Oh. Jullie gaan weer gelijk op. Een paarse ei hebben, een paar groene. Wat de laatste weer? Stelling. Oh, wat zei je? Ja, welk ei? Moeilijk ei. Heb ik niet. Geen moeilijk ei vandaag. Nee. Blij ei. Ja, alleen blij ei. Alleen maar blij ei. AI, video en audio generatie zou verboden moeten worden. Ik zeg hem nog een keer. Ik kan me voorstellen... Oh, ik dacht dat... Ja, ik zat heel even over na te denken. Ik weet, wil je nog even 1 keer herhalen? Ja, dat snap ik. AI, video en audio generatie zou verboden moeten worden. Oneens. Ja. Deze vind ik gek. Dat ze gewoon zeggen dat ontwikkeling verboden moet worden. Ja, dat is toch gek? Ja, dat kan niet. Hoor. Nee, ik snap dat heel veel mensen dat zouden willen, maar... Ja. De oude generatie, denk ik. Ja. Nee, ik denk meer dus dat ze bedoelen van... je hebt tegenwoordig dat je hoort dat bijvoorbeeld een zanger nagemaakt wordt. Dus zingt. Ja. Maar dat de zanger helemaal niet is. Nee, precies. Ik denk maar dat kijk, dat het aan banden gelegd moet worden eens. Maar verboden, dat ga je niet voorkomen. Nee, oké. Okay. Net zoals je zegt dat het internet vroeger verboden moest worden. Dat is een vraag apart, oké. Dus oneens allebei. Jullie vinden dat het niet verboden zou moeten worden. Nee, en ik vind dan wel even die ene stelling waar we over twijfelden. Vind ik wel even een goede om over door te praten. Want daar zei jij oneens. Over welke stelling heb je het nu? Videocontent. Ja, dank je. Oké, zullen we die dan zometeen erbij pakken? Of gaan we daar nu als eerst mee beginnen?
Ja, ik zou er wel graag over door willen praten. Want, ja, nou, zag je aangaan dus. Ja, heel erg. Ik dacht, eigenlijk wil je dus daarmee zeggen... Even, dat... waarom ging je zo erg aan over dat videocontent noodzakelijk is voor goede marketing? Ik ga de stelling dan nog eventjes voor de zekerheid herhalen, zodat iedereen hem helder heeft. Zonder videocontent kun je tegenwoordig geen goede marketing meer voeren. Dit is de stelling waar jij op verder wilde praten, of niet? Precies. Heel goed. Want eigenlijk zeg je daar dus mee dat uiteindelijk videomarketing, dat is gewoon een onderdeel, zie ik het ook wel als onderdeel van. Ja. Maar niet dat het per se noodzakelijk is om goede marketing te bedrijven. Oftewel, als je geen video hanteert, dan ben je niet goed met marketing bezig. Nee, want dan ben je minder zichtbaar. Want als jij in het begin van de funnel zichtbaarheid wil creëren, op wil vallen bij mensen, heb je kanalen nodig zoals social media of YouTube. Wat we een beetje zien als slash social media slash zoekmachine. Ja, als je dan... als je überhaupt aandacht wil vragen en op wil vallen, dan heb je wel video nodig. Ja. Maar zijn er ook geen merken te bedenken die zonder dat ze video in hun kanalenpakket, of hoe je dat ook mag noemen, hebben, maar alsnog heel goed opvallen? Ja, zijn er ook. Er is een hele bekende Riverpool uit Amerika die met content marketing groot is geworden door gewoon blogs te schrijven over waarom hoe krijg je ongedierte uit je zwembad. Die is daar super groot mee geworden als een van de eerste. Maar die is uiteindelijk ook content videocontent gaan maken. Ja. Omdat als je uiteindelijk verder wil groeien, je dus ook op die kanalen aanwezig moet zijn. Dat begon allemaal een beetje in 2023 volgens mij, toch? Echt dat het een echte trend werd. Nou, echt video als zich is denk ik niet meer een trend te noemen. Het is gewoon een soort van vereiste. Denk ik. Ja, dat zeggen we hiermee met deze stelling eigenlijk ook, toch? Ja. Ja, het is een vereiste. Je kan niet meer zonder. Geen goede marketing kan je voeren anders. Ja, en daar ben ik het dus mee eens en jij oneens. Nou ja, precies. Ja, maar het is eigenlijk, heeft een vogelvlucht genomen. De short-form videocontent. Ja. Net voor corona met de komst van TikTok, wat daarvoor natuurlijk Musical.ly was. Mm-hmm. En toen in corona waren we natuurlijk allemaal super bored. Zijn we zelf ook allemaal meer content gaan creëren. En toen heeft short-form videocontent is echt een trend geworden. En heeft een vogelvlucht genomen. Ja. En vervolgens was het niet meer weg te denken uit de strategie eigenlijk. Eigenlijk wel. Nee, nee, dus die snap ik op zich ook wel. Ja. Dat en het gaat wel, dus niet helemaal over hele videoproducties. Hè, want dat zijn we gewend als we aan videomarketing denken. Dat we het hebben over hele opnames van een minuut. Dat noemen we lang, hè, een minuut. Mm-hmm. In online marketing tegenwoordig. Maar... ja, daar zit echt precies mijn weerstand daarop, wat jij zegt. Dat ik denk, ja, maar what about goede whitepapers, goede inhoudelijke stukken, een technisch goed verhaal. Ja, dat is leuk om een how-to te bekijken. Maar als je echt gewoon goede content marketing is ook textueel lezen, bedoel is ook, je? Ja, precies, textueel. Maar het is niet of-of. Ja. Nee, nee. Dus, nee, maar het is wel een vereiste als in het pakket. Exact. Ja. Dus oneens had Eva en eens Jessie. Nou, wel leuk. Ja, en ik snap volledig de discussie. Ja. En ik denk de uitleg goed, over dat je dus uiteindelijk ook naar je kanalen moet kijken. En dat een social niet meer is weg te denken. Ja, en dat daar nou eenmaal video wordt gevraagd. Ja. Zou elk bedrijf dus moeten meenemen. Ja. Exact. Oké, dan gaan we door met de eerste stelling. Daar hadden jullie allebei eens op geantwoord. En dat is AI is te gebruiken in elk vakgebied en door iedereen. Ja. Ja, ik krijg zo vaak ook als ik ben een beetje een nerd. Dus ik zit alleen maar de hele dag te AI'en. Dat is ook niet altijd even handig overigens. Is dat een werkwoord? Ik noem je... Is het een werkwoord? Dat is een goeie. Nou, bij deze. Benoemd. Kan ik hem dopen? Kan ik hem claimen? Googelen. AI'en. AI'en. Ja, ik ben de hele dag aan het AI'en. Lekker. Bij deze. Ja. Ja, dat klinkt wel goed, hè? Ik vind hem goed. AI'en. Ik ook. Professioneel. En ik merkte dat er heel veel mensen om mij heen zijn, ook in mijn directe omgeving, die dat gewoon helemaal niet doen. En dan is altijd het argument, ja, nee, maar met mijn werk, dat kan gewoon niet. Daar kan ik het nergens voor gebruiken. En dan vraag ik, ja, wat doe je dan routinematig? Of heb je administratieve taken die je handmatig doet? Hè, bijvoorbeeld, ben je een dierenarts en je moet rapporten schrijven? Ja, maar dat gaat over privacy-informatie. Ja, maar je hoeft de privacygevoelige informatie niet in je AI te gebruiken. Maar je kan wel je hele werkproces versnellen. Ja, en een buschauffeur ook? Dat is een hele goede. Komt ze weer met een buschauffeur? Ja, joh. Maar nou, efficiënter van een route bepalen. Ja, bepalen wanneer je stoplicht op rood, kan je ook AI voor gebruiken. Dus een klein onderdeel. Ja. Toch? Ja. 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 Oké. Okay. Dus jij zegt eigenlijk, Jessie, dat Jessie, voor dat iedereen. Op het moment dat je in een werkproces zit, het maakt niet uit of dat marketing is, IT, zelfs voor een buschauffeur, zijn er bepaalde... Maar dat is helder, tuurlijk. Processen die je kan automatiseren. Een buschauffeur, maar misschien zijn uren inklokken of er zijn er tools voor misschien die je gebruikt. Misschien wil je rapporten uitdraaien of wil je weer inzicht hebben ergens in. Dan kan je dus een vorm van een AI-model gebruiken. Alleen denk waar we een onderscheid in moeten maken is generatieve AI. Mm-hmm. En dus tech AI gebruiken om content te creëren.
daar zit natuurlijk wel een bepaalde beroep in waar dat inderdaad, als je aan het rijden bent, mag ik hopen dat je niet op je telefoon zit. Of, precies. Ja, dan stimuleer kan je geen generatieve niet, AI. Maar AI als vakgebied natuurlijk, kunstmatige intelligentie, is enorm breed. Ja. Valt, bedoel, je recommendation engine van je Netflix, je Google Maps is ook AI. Ja, nee, tuurlijk. Dus het antwoord eens, dat begrijp ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor de ene branche interessanter kan zijn dan voor de andere. Mag ik daar nog één vraag over stellen? Ja, tuurlijk, Eva. Ja. Want je zei, ik ben de hele dag aan het AI'en. Is het dan dat generatieve gedeelte waar je het eerder over had, of is dat dan ook die werkprocessen? Kan je een voorbeeld noemen hoe je dat doet? Hele goede vraag. Het meeste is generatieve, omdat natuurlijk mijn werk content marketing is. Ik gebruik het echt als mijn werkbody om het hele proces eigenlijk van content creatie te versnellen. Of eigenlijk juist zelf creatiever te worden door aan de AI andere inzichten te vragen, waardoor je jezelf weer prikkelt en nadenkt. Maar ik gebruik ook absoluut AI om mijn werkproces te automatiseren. En je hebt bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie de tool Zapier kennen. Ja. En ja, Zapier. Is het Zapier? Zapier. 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 Zapier, ja, sorry. Wat is het? Zo lekker Nederlands, hè? Wifi. Oh ja, heerlijk. Ja, ik heb hier heel veel discussies over. Nou, dus ik denk, jij geeft nu het antwoord. Nee, het dan moet je antwoord. Niet, nee, dan moet je niet op afgaan, sorry. Ja, maar ik weet wat je bedoelt. Zapier. Ja, ja. Dat is een tool, hè, om andere tools met elkaar te koppelen. En daar zit ook weer AI in. En dat kan je juist heel erg goed gebruiken om je werkproces ook weer te versnellen. Dus er zijn meerdere varianten waarin ik het gebruik. Ja. Ja, cool. Hey, gated content is verleden tijd. Je moet al je waardevolle content vrijgeven. Jullie hadden allebei oneens hierop gereageerd. Leg ze even snel uit. Ja, en Eva, jij had een hele sterke mening gelijk. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, want dit is dus de discussie van nu. Toch? Ja, veel. Ja, demand generation en inbound marketing. Ja. En dan denk ik, ja, sorry hoor. Maar voor mij is het niets anders dan een soort van hetzelfde doen, alleen in een soort nieuwe zak. He, daar heb je ook een spreekwoord voor. Maar dat is toch gewoon hetgeen, als je hele waardevolle content biedt, dan mag je daar toch ook gewoon, dat is marketing, ruilhandel, dan mag je toch ook gewoon een e-mailadres voor vragen. Dan mag je toch ook gewoon gegevens voor uitvragen. Dus je hoeft toch niet alles maar weg te geven? Nee, ik denk dat er een balans moet zijn. Inderdaad, je wil wel een deel van de informatie weggeven ook, hoor. Dat is content marketing ook, hè. Gratis, relevante, waardevolle kennisdeling, waardoor mensen aanhaken. Maar je wilt misschien ook eens een community bouwen. En als je een community bouwt, wil je misschien juist het gated hebben om die content ook exclusief te houden. Ik zie dat wij medestander hierin hebben. Echt? Ja, heel fanatiek deze mail. Niet mee eens. De mail is er niet mee eens. Nee, helemaal eens. Je moet wel denk ik een balans houden. Want je ziet natuurlijk nu wel heel vaak dat elke vorm van content gated wordt wat je hebt. Je hebt het over inbound marketing en HubSpot. Doet niks meer gratis aan kennisdeling naast de blog dan voordat je een e-mailadres hebt achtergelaten. Ja, maar dan is gewoon de truc altijd gewoon één persoon invullen als bedrijf. En dan vallen ze niet lastig. Kijk, dit is weer een tip van Jesse. Hey, mag dan hier nog één vraag? Van als je dan kiest tussen waar doe je dan wel een formulier voor en waar niet, kan je dan een soort gouden regel tipje van de sluier geven hoe jij dat ziet? Goeie vraag. De enige gouden regel in online marketing is dat er geen gouden regel is. Alleen maar best practices. Want je hebt zoveel variabelen. Maar ja, denk altijd aan als jij content achter iets gated zet, dat het echt iets extra aan waarde toevoegt. We zien heel vaak gated content is dan gewoon een simpele whitepaper met 10 tips. Maar het moet wel, de waarde moet wel tegenoverstaan ten opzichte van wat jij aan data vraagt. Want data is goud in deze tijden. Dus als jij vraagt om een naam en een e-mailadres, waardoor je mensen kan bereiken, dan moet de waarde van de content daar wel tegenoverstaan. Ja. In een whitepaper is dat toch niet meer dan? Het kan wel, maar dan moet de inhoud van een whitepaper wel waardevol zijn. En dat zie je toch heel vaak, dat ik echt denk, ja, hier staat gewoon abstracte AI-gegenereerde fluff. Ja, of een brochure waarvan ik denk, ja, dat is best commercieel. Ja. Die wil je überhaupt niet achter een formulier hebben. Ze moeten niet zenden zijn van content, maar echt educatieve, ingestoken, waardevol, inspirerende content. Ja, maar het is best wel moeilijk toch om te bepalen wanneer dan wel dat formuliertje en niet dat formuliertje. Ja, ja. Helder. User-generated content zal eigen gemaakte content volledig gaan overnemen. Jullie hadden hier allebei op geantwoord met oneens. Ja. Wie wil eraf trappen? Ja, dat kan toch niet anders? Nee, ja, precies. Ja, je kunt niet, als je de hele tijd afhankelijk moet zijn van kijk, user-generated content is in mijn ogen absoluut een must. Mm-hmm. Omdat je anders alleen maar wij van WC Eend bent. Ja. Maar als we net hadden over die whitepaper en als je educatieve, interessante of inspirerende content maakt, dan wil je dat ook vanuit jezelf doen. Want dan heb je ook een stukje controle over natuurlijk gewoon de planning invulling. Als je
afhankelijk bent alleen maar van user-generated content, weet je niet wat er gezegd gaat worden de hele tijd. En heb je die balans denk ik ook niet meer. Misschien is het wel even goed voor de luisteraars ook die instappen van wat is user-generated content? Ja, wat is dat nou eigenlijk? Want misschien hebben we daar ook wel weer verschillende definities voor. En dan kan je daar aan de hand daarvan het ook weer mee oneens of eens zijn. Maar wat is het voor jou? Voor mij is user-generated content is content die door potentiële klanten of klanten gegenereerd wordt over jou of over je product of je dienst of je bedrijf of je merk. En die zou dus gratis het ter beschikking stellen. Op het moment dat je ergens voor gaat betalen, is het geen user-generated content meer. Dan is het dus influencer marketing. Ja. Ja. En is het dan altijd in een bepaald format? Zou dat in een review kunnen? Zou dat in een project alles. Eigenlijk zitten geen grenzen aan. Het is eigenlijk wat door hen zelf gemaakte content is. Ja. Dus of het nou een foto is of een filmpje of een whitepaper of een blog, dat kan allemaal uit jezelf komen. Zolang het maar uit jezelf komt. En dan kan een testimonial ook net zo goed zijn. Ik kan het zeggen. Ja. Dank je. Dat woord zocht ik. Heb jij dezelfde definitie, Eva? Ja. Ja. Nou ja, dat je het ook echt met je klant samen doet. Dat vind ik wel een hele mooie aanvulling eigenlijk. Maar je doet het eigenlijk niet met je klant samen. Die klant doet het volledig uit zichzelf. Ja. Ja, die doet het helemaal uit zichzelf en die maakt het uit zichzelf. En jij zegt, hey, dit is zulke goede content, dat willen wij ook gebruiken. En heel veel bedrijven gebruiken natuurlijk, ASOS heeft de hashtag As Seen On Me. Die bestaat ondertussen trouwens niet meer, maar heel lang hebben ze die gehad. Waardoor ze allemaal gratis content van hun kleren op mensen kregen. En die konden zij weer gebruiken om de social media mee te vullen. En dat komt ook authentieker over dan dat zij dat alleen maar hun eigen gelikte promotiefoto's doen. Want hoe krijg je zo'n... Hoe krijg je user-generated? Ja, het is ook gewoon eigenlijk een influencer die iets post. Hè? Stel je doet als winkel een setje opsturen naar een influencer. Die maakt een foto en vervolgens op jouw website daarmee adverteren. Ja, maar dat is dan weer gepromoot, toch? Ligt eraan. Als er voor betaald wordt, dat ligt er dus Maar als je alleen je kleding krijgt, dat is een verkapte vorm van betaling. Ja, maar dan mag niet meer in Nederland. Dan moet je altijd zeggen hashtag spon. Oké, we snappen wat het... Het gaat denk ik meer om authentieke, door gebruikers gegenereerde content. Waar dus niet dat commerciële aspect van nature in zit. Nee. Een fan Airbnb. Bijvoorbeeld, een review. Een review kan ook. Maar je ziet ook gewoon foto's van Airbnb. Mensen die in Airbnb en zeggen, dit was zo gaaf. Een foto delen op hun Instagram. Ja. En dan gaat Airbnb dus zeggen, mogen wij dat gebruiken? GoPro, National Geographic doen dat allemaal. Ja. Eten. Maar dat kan je toch bijna alleen eten. Met emotie. Restaurant. Hier, als jij in een lekker restaurant hier in Utrecht en je maakt een foto en je tagt het restaurant, dan kan een restaurant dus gaan vragen, mag ik die content? Ja. Maar je kan je zelfs je medewerkers. Maar goed, dan verkoop je, zoals ik vroeger, kopieerapparaten. Nou, zie dan maar eens user-generated content te krijgen. Nou, volgens mij kan je best een TikTok-challenge met de kopieerapparaten bedenken, toch? Oh, daar hou ik je aan. Hey, we gaan even door naar de volgende stelling, als jullie het niet erg vinden. Personalisatie van content wordt onmogelijk door privacy-wetgeving. Jullie hadden hier ook allebei oneens op geantwoord. Ja. Even snel toelichten als het kan. Wil jij me aftrappen? Ja, goed, ik zit wel... erg in het personalisatiehoekje. Dus met inbound marketing, met personaliseren, echt één op één marketing bijna doen. Ja, dan zie je toch wel dat je ook heel veel aan de hand van klikgedrag en wie is iemand. En als je dan zegt, wie is iemand? Dus de statische data, dat geven mensen zelf aan via een opt-in. Nou ja, privacy kan in het geding zijn, maar als ze er zelf een opt-in voor hebben gegeven, helemaal goed. Maar op het andere moment, dus dat je zegt dat aan de hand van klikgedrag en wat diegene doet en waar die vandaan komt en welke bron, dan wordt die misschien wel een klein beetje grijzer, om het zo maar te zeggen. En wat mag je dan nog wel en niet? En daar, als je het dus hebt over data en eigen data verzamelen, middels een CDP of een andere customer data platform of een andere market automation tool, dan zou je dus eigenlijk moeten zorgen dat die data van jou is. Maar die data is natuurlijk eigenlijk niet altijd van jou, want die is ook van de gebruiker. En ik ben van mening dat op het moment dat je die goed afstemt en continu jouw klant of jouw gebruikers daarvan informeert en ook laat zien wat de voordelen daarvan zijn, dat je daar niet een discussie over hoeft te krijgen of het wel of niet privacygevoelig is. Want privacy komt alleen in het geding als mensen denken, dit gebruik je tegen mij of om mij hoge dingen met een hogere prijs aan te smeren. Ja, dan krijg je privacy issues. Ja. Ja, maar goed, transparantie is daarin denk ik het belangrijkste. Want inderdaad, als jij gewoon netjes aangeeft, als jij hiervoor een opt-in en dus je toestemming letterlijk expliciet aangeeft, dit is waarvoor we het gebruiken. Als jij daar transparant over bent, dan hoeft degene die zijn informatie achterlaat daar ook iets minder zorgen over te maken. Of je geeft hem ook altijd de optie, hoe kan ik mijn data verwijderen?
Want dat gaat ook nog steeds heel vaak mis. Ik denk niet dat we... Maar er is toch ook heel vaak op websites dat er een heel profiel van je gemaakt ja. wordt zonder dat je die optie krijgt. Ja. Ja, of dat ik kreeg laatst ook weer in de brievenbus een krantje van, ik zal het schoenenmerk niet noemen, maar een schoenenmerk waar ik gewoon niet om gevraagd had. En toen heb ik dus gemaild van, je overtreedt nu de wet. Ik zeg, ik zal het laten, maar ik wil dat je mijn gegevens verwijdert. Ja, maar je hebt je ingeschreven voor ons loyaliteitsprogramma. Ik zeg, maar dat betekent niet dat jij mij zomaar ongevraagd mag een post mag sturen of mag mailen. Heb dat je is een andere opt-in. Heb je dat verhaal wel eens gehoord? Ja, en dit is wel dat verhaal dat een meisje aan het googelen was naar zwangerschapsdingen en vervolgens kwam er een prenatal box stond er op de stoep en die ouders wisten het goede nieuws nog niet. Dus die kregen via prenatal zo ook knip. Ik mag waarschijnlijk het merk helemaal niet noemen. Nou, bij deze. Maar een oproepje. Ja, ik hoop dat precies. jullie opt-in hebben aangepast. Ja. Maar dan hadden jullie nog nooit gehoord deze. Oh, heftig. Ja, maar dat hoor je heel vaak dit. En dat gebeurt natuurlijk nog steeds, weet je wel. Oh, ik upload wel even mijn e-mailadres op database in mijn advertising. Dat mag gewoon niet, punt. Nee. En ik denk als je daar gewoon duidelijk over bent en je er gewoon netjes aan houdt. Ik denk niet dat de privacywetgeving het gaat zorgen dat verdwijnt, dat niet. Maar je moet er gewoon netjes aan houden en dan is er niks aan de hand. Ja. Maar wat is in dit schoenenverhaal van jou aan de hand geweest? Want je zegt, jij stond in hun loyaliteitssysteem ingeschreven. Ja, dus als je in de winkel komt, dan vragen ze, wil je lid worden van het merk? Want dan krijg je, dan spaar je voor punten bij elke keer je aankoopt het. Oké, en dan vragen ze om je gegevens, dus je e-mailadres en je naam. En dan ben je lid. Maar ik heb nergens expliciet aangevinkt dat ik commerciële post wil ontvangen of e-mails. En dat is dus een belangrijke. En dat mag niet. Want op het moment dat je ergens klant bent, ik neem aan dat je daar ook schoenen hebt gekocht, anders kom je misschien ook niet in een loyaliteitsprogramma. Dus je bent klant. Ja. Mag je ook mailen, mits gericht, service gericht. Je mag alleen maar transactiegebonden mailen. Dus we maken een onderscheid in service e-mails en commerciële e-mails. En een service e-mail betekent, hey, over jouw aankoop, er is iets mis met dit product wat we hebben uitgebracht. Of eenmalig iets sturen over het onderhoud of iets dergelijks. Dat wordt al een grijs gebied. Maar op het moment dat jij mij commercieel gaat mailen daarna over, hey, dit zijn onze nieuwste collecties, modellen of zo'n dan is het een commerciële aansporen boodschap. Tot actie eigenlijk. Dus je hebt twee opt-ins nodig eigenlijk. De transactie-e-mail mogen, de service-mails mag je altijd sturen, maar dat zijn dus service-e-mails en niet commercieel. En commercieel is altijd een expliciete opt-in voor nodig. Ja. En hier gaat het nog wel vaak mis. Heel vaak, ja. Maar kijk maar, als je gewoon een webshop start, een Shopify webshop bijvoorbeeld, dan is er niet de standaard opt-in voor een nieuwsbrief is niet AVG-proof. Nee. Ja, dus ik zit even te denken, terug naar die stelling. Ja. Dat is eigenlijk, zeggen wij, we waren het ermee oneens. Mm-hmm. Ja. Want we vinden dan toch dat dat kan, mits, nou ja, dat mits het goed ingeregeld is. Ja. Goed ingeregeld, een goede opt-in hebt. En dat het helpt. Dus zorg gewoon dat je op de hoogte bent van de huidige. En jij zei het ook over dataplatformen. Google is ook mee bezig met consent modus. Dus je kunt wel individueel targeten, maar het wordt geanonimiseerd. Je moet alleen de juiste dingen ervoor ingeregeld hebben. Ja. Dus daar ligt nog een gat in de markt. Mooi. Hey, de laatste stelling. AI, video en audio generatie zou verboden moeten worden. Hadden we die net niet al behandeld? Nee. Allebei oneens. Het zou niet verboden moeten worden, volgens jullie. Nee, we vonden dat je soort van, dat is net zoals het internet verbieden. Is ook niet gebeurd. Ja. Je verbiedt ontwikkeling. Maar er is nu ook een EU AI Act ontwikkeld om het aan banden te leggen. Ik snap het, maar op een gegeven moment kan je natuurlijk ook ergens komen dat je denkt van dit wordt nu heel vervelend en gevaarlijk. Ja, er is al voice cloning met criminelen. Ja, gebeurt ook al. Exact, maar toch blijven jullie erbij, dan moet het niet verboden worden. Nee, wat niet? Jij zegt, hoe kan je verbieden wat een volgende hoofdstuk is, die weg ga je toch wel in. En om iets te verbieden, dan gaat het alleen maar erger worden. Komt het misschien ook wel ergens in de criminaliteit, inderdaad. Maar wat is dat, vind ik wel een hele lastige. Want wanneer ga je het dan aan banden liggen? Of waarop ga je dan? Net als dat we dat hele opt-in verhaal met wel of niet dat goed uitvragen. Wie gaat erop toezien? Komen er daadwerkelijk boetes? Kan jij, als jij het recht van vergetelheid inderdaad niet wordt naar geluisterd? Ja, wat kan je dan doen? En weten burgers, weten consumenten dit?
Ja. Ik denk het niet. Nee, maar het gaat zo snel dat de hele regulatie en beleidsvorming achterloopt. Ja, het kan dus wel zo zijn, hè, dat op een gegeven moment, zo'n voorbeeld had ik wel eens gehoord, dat een man werd gebeld en daadwerkelijk dacht dat hij zijn vrouw aan de telefoon had. Ja, dat kan heel vervelend worden natuurlijk. Ja, maar er zijn al merken die als klantenservice gewoon AI-bots, hè, die stem gevormd gebruiken. Maar ik denk dat het een duidelijkheid moet worden wanneer iets dus AI is of niet. En dat maakt niet uit dat we ermee converseren, maar dat je wel bewust bent van het feit dat het AI is. En dus wat wellicht een leuk muziekje altijd. Intro muziekje. En dan ja, met alcohol hebben we ook niks 18, toch? Dus ja. Geniet met mate. Ja, niet te veel AI. Dus niet maar verboden worden kan niet. Dat kan maar dat kan niet is een andere vraag. Ja. Vinden jullie dat? Ja, of het moet. Of het moet. Nee, ik denk dat je een stukje natuurlijke ontwikkeling en revolutie tegengaat, waar we niet onderuit komen. Nee. Hey, heb jij leuke voorbeelden? Smeuïge details, mensen, klanten. Nou, dat moet je natuurlijk nooit zeggen. Maar of mensen die bij jou in de training hebben gezeten waarvan je dacht, dit is wel een casus, dat is wel op het randje. Van dat het AI gegenereerd was? Ja. Nou ja, open maar gewoon even je LinkedIn. Ik weet hoeveel posts ik ondertussen zie met een titel tussen twee emojis. Liefste met hoofdletters. Dat is alleen maar in het Engels overigens zo. Niet in Nederlands een titel met hoofdletters. En hoeveel hashtags met hoofdletters je voorbij ziet komen. Dat is allemaal ChatGPT. Jongens, dit is de tip van Flip. Of nee, Flip. Van Jessie. Jessie. Als je dit doet, niet erg. Maar verander iets. Ja. Doe het niet vanuit een blanco. Kleine personalisatie toevoegen. Ja. Ja, maar dat is zo. Ik bedoel, AI kan je prima voor drafting gebruiken en voor het opstapje. Maar het eindresultaat moet je eigen perspectieven, ervaringen en mening hebben. Of je eigen creativiteit erin. En je gaat dat verschil zien. Je ziet ook op LinkedIn, zie ik posts voorbij komen. En ik ken die persoon. Dan denk ik, dit klinkt niet eens zoals jij. Ja. En dat zie je echt. En dan gaat het afdoen. Maar kan je dan niet een prompt maken die altijd in jouw toon is? Kan. En dan schakelen we weer even terug dan? Naar de vorige aflevering. Hè? Ja. Gaat AI de mens overnemen? Nou, dat is eigenlijk een soort van bevestiging. Als je echt creatief wil blijven. Ja. Maar ik hoorde eerder ook zeggen, over creatief gesproken, dat je het wel. Eigenlijk gebruik jij ook generatieve AI? Of generatieve. Generatieve AI ook voor je creatieproces. Juist. Of het creatiever worden. Of het nog prikkelender maken. Ja, want als ik in mijn eentje aan mijn keukentafel post zit te bedenken, dan is er niemand om tegenaan te kletsen naast mijn katten. Maar daar krijg ik niet echt een goede input uit. Toch wat dat betreft nog niet. Dus ik gebruik echt AI als mijn workbody en als mijn sparringspartner over mijn ideeën. Ja. Dus ik gooi er mijn input in. En we zeggen ook garbage in, garbage out in het Engels. Bij AI, generatieve AI is het in ieder geval zo. Whatever jij erin stopt, bepaalt hoe goed de output is. Dus mijn inzichten, mijn ervaringen gooi ik naast de input in de AI. En dan moet je natuurlijk gewoon een specifieke knijtgoede prompt schrijven. En dan pas wordt de output goed. En zelfs dan herschrijf ik alles nog. Ja, precies. Dus bij jou niet alleen copy-paste, dat is jouw tip. Nee, ik denk dat het echt op een nog geen hand te tellen is de afgelopen 2 jaar. Dat ik een post eruit heb gekregen die ik gewoon dacht, nou, dat klinkt wel zoals mij en dat kan ik wel gebruiken. En voor artikelen of andere content die jij maakt? Nou, je ziet vooral dat je AI of generatieve AI heel goed in kan zetten voor shortform content. In de zin van korte teksten. Echt lange tekstgeneratie is op dit moment nog niet goed genoeg. Daar zijn wel specifieke generatieve AI's voor ontwikkeld. Die zelfs hele boeken schrijven. Okay. Maar ik zou het meer gebruiken voor je outline van je content. Dus die aanzetten, dat opstapje. Ja. En jij maakt het eindresultaat. Ja. Dat is echt mijn advies. En daarom is het echt een workbody en sparringspartner. Precies. Dus dames en heren, weet je, als je een keertje voor Valentijn of iets dergelijks je lief wilt verrassen, copy-paste niet gelijk vanuit AI, maar geef even die eigen twist eraan. En haal de hoofdletters En haal de hoofdletters. En de emojis. En de twee emoties aan alle twee kanten. Generatieve AI loves emojis. Ik sla deze ook op. Top tip van Flip. Ja. Dat waren de stellingen. Dan gaan Jessie. We over. Dankjewel voor jullie uitleg. Helder. De luisteraarsvraag gaat naartoe. Daar zijn we alweer. Wij doen elke podcast ook vragen van de luisteraar. Ja. Dus nou ja, we hebben natuurlijk heel veel cursisten. En die stellen natuurlijk heel veel vragen ook tijdens trainingen. Maar dus ook hier. En dit keer, ik ga hem even laten luisteren.
kwam het vanuit iemand die in de retail zit en een prangende vraag heeft over het creëren van een platform. Wacht even, Eva. Iemand zit in de retail? Ja. Ja, en die heeft de vraag, oké. Ja. Ja. Of het creëren van een platform. Ja. Zal ik hem laten luisteren? Ik word helemaal emotioneel van, jongens. Ja. Ik ben contentmarketeer van een grote retailorganisatie. We hebben de wens om een contentkennisplatform op te tuigen. Heb jij hier tips voor? Heb jij je gaat al lachen, hè? Ja, want een groot contentplatform. Ja. Ja, maar een groot contentkennisplatform, dat is dus eigenlijk een soort van, we maken mijn eigen Frankwatching of kennisdatabase. Ik heb het ook wel eens voor klanten moeten doen. Dan moet je altijd één ding afvragen. Hoe ga je dit onderhouden? Dus qua tips, wat is eerst bedenken, wat is je doel? Je wil natuurlijk, is het de bedoeling om nieuwe mensen aan te trekken naar je website als kennisplatform? Wil je lead generatie? Je had het net over inbound marketing. Wil je informeren? Wil je informeren, inderdaad? Wil je gewoon jezelf als autoriteit neerzetten? Dat kan natuurlijk ook. Dat is de eerste vraag die je af moet vragen, denk ik, in allereerste gevallen. Dus bepaal je doelstelling. Bepaal je doelstelling. Waarvoor wil je het doen? En als je dan nog steeds dus waar overtuigd bent van oké, zo'n kennisplatform is in onze ogen het beste middel om op dit moment dat doel te behalen. Dan moet je gaan bedenken, oké, KPIs, wat willen we dan gaan produceren? Hoe vaak? Wat hebben we daarvoor nodig? Wie gaat het onderhouden? Want je hebt een heel redactioneel stuk. Alle artikelen die geschreven moeten worden, moeten SEO-proof zijn. Natuurlijk helemaal met de huidige ontwikkelingen. En we weten niet wat gaat gebeuren met generatieve search. Weten we een beetje. Maar ben ik ook wel benieuwd naar, hoor, wat je daarvan vindt. Is er nog wel een beetje een black box? En we hebben allemaal idee, vraag, antwoord. Ik had gisteren ook zelf een hele leuke training daarover. Dat de docent ook zei, ja, we gaan meer richting mensen gaan vragen stellen in Google. En hij gaat antwoorden tonen. Dus dat moet je ook in je kennisbank helemaal gaan integreren. En vervolgens dat redactioneel onderhouden. Dus het up-to-date houden. Zorgen dat die teksten up-to-date blijven. Dat als mensen eronder reageren. Hè, want anders is het één kant op zenden. Als jij zegt, ik ga alleen maar kennis delen en niemand mag erop reageren. Hè? Bij Frankwatch kan ook iedereen eronder reageren. Maar ja, dan moet je ook onderhouden. Dus het is best wel een flink project. Dus ik denk dat je daar voor jezelf altijd moet bepalen. Dat is mijn tip. Ja. Wil je dat aangaan? Of wil je al platformen gebruiken die dat helemaal al voor je... En je moet ook nog bouwen, trouwens. Ja, want dit is... Okay, je moet het ook nog bouwen. Even samenvatten, want we hebben ook een klein uitstapje gemaakt. Ja. Als ik de luisteraarsvraag moet beantwoorden naar aanleiding van je antwoord net. Nummer 1, bepaal je doelstelling. Jessie, pak hem over van mij. Nummer 2. Nummer 2 was, hoe ga je het invullen? Dus KPIs opstellen. Wat KPI's ga je precies opstellen. Doen? Nummer 3. En nummer 3 is het wie platform. Gaat onderhouden? Wie gaat onderhouden? En nummer 4 is het platform maken. Top. Ga je dat zelf maken? Ga je iets gebruiken? Of maak je gebruik van de platforms die er al zijn om je kennis te delen? En wat zeg jij als expert hierin als je antwoord zou moeten geven op deze 4? Ja, het ligt eraan dus waarvoor je het als doelstelling voor inzet. Als jij bijvoorbeeld voor een trainingsinstituut dit wil gebruiken om cursisten aan te trekken. En jij gaat een artikel over AI delen. En ik zie dat in de zoekresultaten is ten eerste moeilijk om te ranken daarop. Want er zijn heel veel concurrenten. En zal ik jou kiezen voor een antwoord op deze vraag of iemand die daar een expert in is? Dan zou ik toch het laatste kiezen. Ja. Want dan is het voor jou, jouw antwoord is meer commerciëler. Ja, dus als je voor autoriteit gaat, hoor ik je zeggen, dan moet Doe het op de platformen waar dat gepast voor is. Ja, ja, dus dan is er ergens al een domein wat autoriteit heeft. Ja. En ga daar dan ook... Ga daar kennisdeling op doen en dan indirect verkopen. Dat is marketing. En dan indirect linken aan de cursus die je aanbiedt. Ja. Ja. Maar is het niet zo dat bijvoorbeeld bijna elke organisatie tegenwoordig ook op TikTok zit? Of niet helemaal in het verlengde en nee. Wellicht. Ja. Er zijn heel veel organisaties, vooral in de B2B, die dat niet doen nog. Okay. Omdat dat toch vaak een drempel is. En we hadden het net over videocontent als must have voor je marketing. Je moet dus videocontent maken en je moet grappig zijn. Nou ja, dat is ook natuurlijk een vak apart. Ja. of je moet... EduTok is natuurlijk ook een trend, dat je educatieve TikToks maakt. Ja, maar, volgens mij zit zelfs de politie op TikTok. Ja, ja. Maar ja, dat is een werk, hè? Ja, maar dat vinden heel veel mensen. Dat moet natuurlijk overkomen. Ik moet natuurlijk video's maken. Dat kost tijd. Ja. En je moet continu aanwezig zijn. Je kan niet zeggen, ik doe het 1 week en dan 1 week niet. Nee, oké, maar ik hoorde je net natuurlijk ook zeggen, pak het platform wat passend past is bij je jou. Doelgroep. Dus vandaar dat ik deze aansnijd van, volgens mij zitten strafrechtadvocaten ook op TikTok. En zie je ze ook in hun toga misschien dansen. Ja, maar het is ook in de funnel, hè? Het is niet alleen maar jonge mensen die meer op TikTok zitten. Nee, dat is de aanname precies. Die iedereen maakt. Maar dat is helemaal
helemaal niet meer zo. Nee. Er zijn heel veel bedrijven. Dus kijk maar de Hema op TikTok of de Weekamp op TikTok. Die zijn super groot. Maar wanneer past iets dan wel en wanneer wat niet? Want voorheen zou je misschien denken van dit past niet bij onze organisatie. En dan. Maar ik denk dat je hem om moet draaien. Waar zit je doelgroep? Het gaat niet om wat past bij jou. Het gaat om waar jouw doelgroep aanwezig is. En als jouw doelgroep of toekomstige doelgroep daarop zit en je kan daar heel veel die al warm maken, dan is mijn vraag waarom niet? Ja, maar volgens mij ben ik het deels daarmee eens. Natuurlijk moet je hem afstemmen op je doelgroep. En misschien zeg ik nu iets heel gewaagds, maar als jij als organisatie ergens voor staat, je missie, je visie, dan kan je doelgroep daar zitten, maar dat kan dan toch ook niet helemaal passen wellicht bij je visie. Ik denk dat je elk kanaal, elk online marketingkanaal, kan je op jouw manier invullen. Dus je hoeft niet grappig te zijn om op TikTok te zitten. Je ziet dat dat voor sommige bedrijven wel een vereiste is. Mm-hmm. Maar hè, je kan ook educatief zijn. Ja, ik bedoel, of een Coolblue of een Hema. Dan denk ik meteen, oh ja, die kunnen dat knijpen. Ja, goed, die hebben een hele sterke merk. Ja, die zijn ook grappig. Die hebben dan ergens in de kernwaarde, wat jij misschien ook wel bedoelt. Dat je de kernwaarde en je merkwaarde die gedestilleerd zijn vanuit jouw overtuiging. Of wie ben jij, je visie. Dat dan moet passen bij de content die je maakt. Ja. Bij de vorm en het kanaal. Ja, dan moet je denk ik inderdaad wel afvragen. Past dit bij ons om het te gaan onderhouden? Tuurlijk. Ja. En gaan we daar aandacht aan besteden? Maar wat jij zegt over eens, dat is een goed punt. Ja. Ja. Je doelgroep moet er zitten. En twee, het moet bij je passen. Maar ik denk dat heel veel bedrijven niet kijken naar hun intrinsieke waarden, waar je het wel heel makkelijk aan kan koppelen. Als je denkt, heel veel bedrijven hebben bijvoorbeeld menselijkheid. Ja, TikTok gaat onder mensen. En dus dat kan je daar ook wel aan koppelen. Wat is het behind the scenes van een bedrijf of het rijlen en zeilen? Ja. Heel veel mensen denken, ja, dat is toch niet interessant? Nou, ik vind dat reet interessant voor sommige bedrijven hoe dat gaat. Ja, had Hema trouwens ook een heel leuke van de medewerker. Hebben die ergens gezien, ook op LinkedIn? Die ging echt viral. Ja, ik vind mij sowieso een oudere meneer. Ja. Die achter de receptie en dat, ja, wie ben ik dan? Maar ik laat je wel even mijn werkdag zien. Nou, die ging sky high. Ik vind Hema sowieso echt petje af. Die communicatie is echt altijd on point. Content echt scherp. Ja, we zijn maar dat is ook echt ooit anders geweest. En dat doen ze de laatste jaar gewoon echt heel goed. Heel goed. Nou, gelijk in. Heel sterk. Ja. Dus hebben we nou eigenlijk antwoord gegeven op de vraag? De luisteraarsvraag. Absoluut. Dus de tip is, werk het eerst goed uit voordat je je vingers in je aan gaat branden. Ja. Nou ja, we nemen hem mee. Ja. Hoor je dat? Ja. Dankjewel. Oké, nou, dit vond ik echt super interessant. Ik heb alweer heel veel geleerd. En ik ben ook ontzettend benieuwd of jij wellicht een vraag voor ons. Ja, je merkt aan mij dat ik alweer een heel klein beetje. Maar, word je al zenuwachtig? Lichtelijk. Ja, het zit wel echt. Wij hebben altijd competitie. Ja, hè? Wij zijn fanatiek. Ja. We zijn al bij fanatiekelingen. Ja. Dus we willen wel graag het antwoord goed hebben wat jij. Precies. Ja, zullen we de battle beginnen? Ik wou zeggen, want we hebben nog een battle voor jullie, hè? Ja. Ik heb een paar vragen waarvan ik heel benieuwd ben. Als we het hebben over content marketing. Ja. Wat is in jullie ogen, wat is content marketing? Oh, dat is een goede vraag, maar dat is geen eens of oneens, hè? Nee. Oh, het moet wel eens of oneens zijn. Content marketing. Content marketing is het via interessante content het verkopen van jouw product of dienst. Sorry, ik heb even niet geluisterd. Ja, ik werd afgeleid. Het is weer een mail. Nee, ik zie hem niet. Hij is hier de hele tijd achter jou bezig. Ja, ik vind het zo lullig. Ik heb wel echt het idee dat hij iets interessants toe te voegen heeft, maar we spreken hem straks even. Ja, dit is afleiding, hoor. Dus het is afleiding. De vraag was, content marketing, is dat door middel van waardevolle content je product of dienst verkopen? Ja, eens. Waarom eens? Nee, wat zegt Eva dan? Ja, ja, uiteindelijk, stiekem willen we dat wel. Tuurlijk willen we dat. We willen toch uiteindelijk, vooral commerciële bedrijven willen toch gewoon onderaan de strepen blijven leven en geld verdienen. Ja, toch. Ben je het toch mee eens? Ja. Dus, waardevolle content. Maar uiteindelijk, ik denk dat je eerste doel moet zijn je doelgroep boeien en binden. Ja, oké, maar... Per se iets verkopen. Juist niet. Heel ver weg nog. Nee, maar de vraag achter de vraag achter de vraag, inderdaad. Wie heeft gelijk? Wie wil dat niet als merk? Eva heeft gelijk. Echt waar? Ja, want uiteindelijk, een heel goed punt. Het doel is indirect verkopen. Dus tuurlijk, onderaan de streep heb je... Elk bedrijf heeft als doel verkopen. Ja. Maar je moet eerst bovenaan de funnel aan mensen binnenkrijgen. Zichtbaarheid. Dan moet je ze betrekken en warm maken. En je merk in jou laten vertrouwen. En dat doe je door content marketing in de beginfases. Mensen betrekken en binden. En loyaliteit creëren. En dan om als resultaat uiteindelijk een actie uit te laten voeren. Maar die actie hoeft niet gelijk al verkoop te zijn.
En sterker nog, als dat direct verkoop is. Als jij fan bent van een product toch al? Maar dat is geen content marketing. Ja, daar hoef je niet per se voor te kopen. Maar nee, ik snap het is dat ik jou waardevolle, relevante, consistente inhoud geef, waardoor ik jou betrek bij het merk. En jij denkt, daar heb ik wat aan. En als gevolg daarvan denk je, nou, ik heb daar zoveel aan gehad. Ik voel me echt goed bij dit merk. Ik ga wat kopen. Ja, oké. Okay. Heb jij of ik laat het niet achter. Ik dacht zelf aan de Albert Heijn of zo, weet je. Ja, wat kan ik zeggen? Allerhande. Het is een, niet een online voorbeeld, maar de Allerhande is natuurlijk ook online. Ja. De Allerhande is een heel goed voorbeeld van content marketing. De oudste vorm van content marketing is de furrow van John Deere tractors. Oh, ja, die ken ik. Dat is echt uit de 1800 ergens. Dat is gewoon een magazine over landbouwtips. Die zijn ze uit gaan brengen. En ja, er stonden advertenties in van John Deere. Maar dat was secundair. Okay. En dus het verkopen staat altijd secundair in content marketing, in mijn ogen. Volgens mij deden ze ook eerst met leningen iets of zo. Of ze gingen, of heb ik dit ergens gelezen? Nou, dat ze in eerste instantie die John Deere, die zat in de, is een beetje een bank. Dus die verstrekte leningen aan die boeren. Om vervolgens ook daadwerkelijk te kunnen boeren. En nu verkopen ze tractors. Ja. Omdat ze zien dus met een goede content marketing dat ze uiteindelijk die doelgroep eigenlijk al hebben. Precies. Ja, waarom zullen we dan ook geen tractoren of trekkers? Ja. Nou ja, het is maar net of je uit Friesland komt of niet. Of je trekkers zegt of tractoren volgens mij. In Nederland moet ik zeggen, sorry, ons gaat mijn vriend hier wat over zeggen. John Deere. John Deere. Ja, dus dat is een goed voorbeeld. Is dus, sorry. Oké, okay, nee, ja. Gegund, Eva. Dank je. 1-0. Leuk. Fijn. En de tweede? De tweede volgens mij. Dat moet eens en oneens. Hè? Dat is dan weer gelijk wel weer, een pittige. We kunnen straks alleen maar schrijven met ChatGPT. Oneens. Of met generatieve AI. Zal ik het iets breder trekken? Ja, ik denk toch wel eens. Ja, zijn we weer niet... Ja, ik zit te denken, als je het vergelijkt met Google of zo. Je gaat nu ook niet meer zonder Google kunnen leven. Of zonder... met zonder Google? Ja, met zonder. Ja, hoorde je hem? Ik heb er zin in. Ja, nee. Ik geloof wel dat dit zo erg onderdeel wellicht wordt. Wellicht dat AI op een gegeven moment je een soort van... hoe zeg je dat? In zijn Nederlands. Nee, hoe zeg je dat? Dat je gewoon niet meer heel erg creatief zelf gaat nadenken. Dus dat heb je bijvoorbeeld met rekenen. Dat als je zelf blijft rekenen, dan kan je goed... Heel goed voorbeeld. Ja, we zijn ook nu afhankelijk van rekenmachines. Ja, exact. Wie telt nog uit zijn hoofd? Telraam. Ja, telraam. Uit je hoofd. Nou, de bakker op de markt. Ja. Heel veel respect. Of de groenteboer. Die gaat gewoon aardbeintjes, appels. €16,34. Ja, maar dus, die blijft het doen. Dus ja, het maar betekent niet daarom denk ik niet zo zoals jij zegt van gaan we het niet meer kunnen zonder. Daar ben ik het oneens. Check. Maar er gaat meer tijd in zitten, denk ik, om even een vlotte pen te hebben, zeg maar, zonder AI. Ja. Wie heeft gelijk? Ja, het was eigenlijk voor mij ook een open vraag. Oh, maar ik denk inderdaad, ik denk het gevaar met AI is dat we er zo afhankelijk van worden, inderdaad, dat als het dus uitvalt, dat je denkt, En ik moet zelf zeggen dat ik dat soms, AI en ChatGPT en laatst lag ChatGPT en Claude en Gemini lagen er tegelijkertijd uit, omdat er eentje uitviel en iedereen ging dus switchen naar de ander. En toen kreeg ik het wel alsof ik in de jaren 90 was en mijn internetmodem viel uit, weet je wel? Dat ik echt dan... Jessie, gun mij gewoon een puntje. Oké. Puntje voor Ruby. Oh, ja, 1-1. Hoppa. Dat vind ik makkelijk. Ik ben heel makkelijk om te maken. Dat is goed dat ik dit weet. Geef er één lieve lach. Personaliseren. Oké, de derde. Ja, dan nog de laatste. Want anders hebben we een gelijk spel. En dan kan ik niet tegen. Ja. Dat is wel moeilijk, hè? Is advertising content marketing? Nee. Of advertising is content marketing? Ja. Eens of oneens? Oh ja. Oneens. Oneens. Eva ligt dus toe. Ja, zo. Oh, ja. Nu ben jij niet en jullie zijn meer. Eigenlijk bijna tegelijk. Hè? Dus eigenlijk kun je van jullie beide mening horen. Ja, ja. Ja, je wil iets verkopen. Anders ga je niet adverteren. En we hebben net gezegd, content marketing is niet verkopen. Nou, precies dat was mijn redenering. Ja. Oké, dan ga ik jullie een extra stukje daaraan toevoegen. Maar stel dat het een hele mooie Nike Hero video is... wat geadverteerd wordt op je Instagram binnenkomt. Met een heel mooi verhaal. Ja. Is het dan content marketing of niet? Ja, eens. Dat het content marketing is? Ja.
Ja, maar waarom kies je dan voor... Nee, niet waarom. Ja, eens of oneens. Gatsie. En... Nee. Zeg dan. Ja, zeg dan. Ja, zeg dan. Nee, ik vind het gewoon stom. En waarom ga je nou gewoon adverteren? Ik merk dat het heel spannend wordt nu, Eva. Kom op, ik wil weten of ik een puntje heb of niet. Ja. Nee, je was wel eerder... Sorry, puntje voor Ruby. Dit vindt ze de uitleg wat eerder. Nou, lekker hoor. Nou, het is je gegund. Nu ga ik goed het weekend in. Oh, het voelt zo goed. Dus het is nooit zo zwart-wit. En net zoals jullie vroegen net, wat is de gouden regel? Er is nooit een gouden regel, zolang je het maar kan argumenteren natuurlijk. Maar over het algemeen zeggen we inderdaad, op het moment dat jij koop zegt in een advertentie, is het geen content marketing. Maar als het een mooi verhaal is die, waar mensen nog wat aan hebben, of waar je... waardevolle content meegeeft, dan kan het wel content marketing zijn. Jeetje, Jessie, wat hebben we veel van je geleerd. Ja, wat heerlijk. Is wel, ja. We kunnen weer even vooruit. Ja, ja, dankjewel voor het vandaag. Goed, hoe gaat het nu met de zenuwen? Is het in deze battle? Nou, ja, nou, dat gaat nu geweldig. Natuurlijk, ik heb gewonnen. Dus ik ga met de trofee naar huis. Nou, ik ga hoe voel jij je, Eva? Verdriet wegdrinken, denk ik. Ach, nee, joh. Op deze. Ja. Volgende keer. Ja. Pak je me terug. Dankjewel voor deze nuttige informatie, het leuke gesprek. Heb jij nog iets toe te voegen? Nou, als je kwijt? Zeker. Als je meer wil weten over content marketing of AI in marketingcommunicatie, hoe je dat effectief in marketingcommunicatie in kan zetten, of misschien zelfs wil je meer weten over hoe je het op elk kanaal ongeveer kan inzetten, hè? AI als je werkbuddy, dan geef ik in dat allemaal trainingen bij Competence Factory. Dus ja, hartstikke daar. Gaaf. Ja, wij zijn je eerste cursisten, denk ik. Yes. Dat hartstikke leuk. Laten we dit gelijk boeken. Hey, dankjewel allebei voor deze leuke aflevering. En wil jij meer horen van ons? Kijk dan eventjes op Spotify of YouTube naar al onze podcasts. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Dankjewel. Doei. Cheers.